Ja, dit was Jopie. Nou, Jopie ligt er niet zo best bij. Nee, want, Jopie ligt er inderdaad niet zo best hoofd bij. Hoofd is kapot, benen liggen eraf. Sinds een paar dagen is hier een razzia heeft hier plaatsgevonden. En dit was de tweede bewoner hier, na oude Klaas. En die is helaas afgelopen zaterdag om het leven gebracht. Wie dat gedaan heeft, is niet bekend. Jopie en de meeste andere kabouters woonden hier nog niet zo lang. Ik ben 2 maanden geleden ben ik gewoon eigenlijk in een vlaag van verstandsverbijstering daarmee begonnen. Heb ik 1 kabouter hier neergezet. Die heb ik een paar keer verplaatst. En op een gegeven moment kwam ik mensen tegen met het wandelen met de hond. En die zagen het ook. En ik kreeg zulke leuke reacties dat ik dacht van, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan eens kijken of we het bevolkingsaantal kunnen opvoeren. En dat lukte al snel, want buurtbewoners kwamen spontaan kabouters brengen die allemaal een plek hebben gekregen in het bos. We hebben ze ook namen gegeven, oude Klaas, Jopie, Quint en Arf. Zo woonden er in korte tijd ruim 20 kabouters in het bos. Leuk voor opa's in Zeewolde om met hun kleinkinderen daar naartoe te gaan. Minder leuk is het als de kabouters ineens zijn verdwenen of kapot gemaakt. Voor mij liep een mede-opa met 2 kleine jongetjes. En ook met de bedoeling om naar de kabouters te komen kijken. En we komen eigenlijk gelijk aan via dat paadje. En we zagen allebei hier een ravage. En dus de een werd nog bozer. De ene opa was nog bozer dan de ander. Als er nou weer nieuwe kabouters bijkomen, is het probleem dan daarmee opgelost als het gaat om vandalisme en ook als het gaat om kabouters die meegenomen worden? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Er zullen altijd mensen zijn die denken van, hey, het is handiger om je een kabouter mee te nemen dan er eentje bij het tuincentrum te komen kopen voor 6,95. Ik kan moeilijk hier als politieagent de hele dag en nacht gaan waken. We gaan ook geen camera's ophangen. Ik hoop dat de sociale controle zijn werk gaat doen. En dat de plezier wat mensen in de kabouters hebben, dat uiteindelijk toch aan het langste eind trekt. Wat is dat plezier wat je kan hebben aan kabouters? Gewoon het verhaal. Ik weet dat mensen thuis al hele sprookjes zitten te vertellen tegen hun kleinkinderen. Van nou, ik ben opgebeld vanuit het bos door een bepaalde kabouterfamilie. En die hebben gevraagd of wij eventjes komen kijken. Dus er ontstaan spontaan sprookjesverhalen bij de mensen thuis. Voor sommigen weet ik het, maar van de meesten weet ik het natuurlijk niet. En ik hoop gewoon dat dit gewoon stand houdt. Oh.